Eiwittransitie is in volle gang, maar het assortiment visvervangers is nog klein. Smaak en structuur zijn volgens innovatiemanager Jos Havekotte erg belangrijk. Maar heeft hij de juiste samenstelling al te pakken? Hey Jos, we hebben hier allemaal vlees- en visvervangers voor ons liggen. Ja. En ik wil eventjes inzoomen op die visvervangers. Want jij hebt die ontwikkeld. Ja, dat klopt. Ik heb hier wat visvervangers. Mm-hmm. En die heb ik ontwikkeld. Je ziet een vervanger voor garnaal, een burger als vis. En ja, natuurlijk de bekende vissticks, vooral voor kinderen. Ja, welke grondstoffen kies je daarvoor uit? Dat is heel lastig bij vis. Want het vis heeft een hele specifieke structuur. Het is wit vaak, het is heel zacht. Of flakes, denk aan kabeljauw. Mm-hmm. Of aan fijne witvis, die is heel fijn gestructureerd. Dus wij werken met een tarwe uit Nederland, een heel mooi licht vezeltje. En met een rijstvezel, niet puur rijst, want dat vind ik wat te klef worden. Maar deze is gestructureerd met wat zeewier. Dus eiwit uit zeewier, waardoor die een beetje gelig, stevig wordt. En dan kun je echt heel goed die structuur van de vis nadoen. Wat is nou het belangrijkste eigenlijk in die ontwikkeling van die visvervangers? Visvervangers is smaak. De smaak van vis is subtiel, is kenmerkend. En alles wat kunstmatig smaakt, klopt niet. Dus je moet die smaak proberen te pakken. Maar heel veel van die aroma's in de markt die leverbaar zijn. Die zijn sterk, die zijn penetrant, die zijn gewoon onnatuurlijk. Dus wij proberen met een mild gistextractje, gecombineerd met bijvoorbeeld zeewier, nori, met kruiden, verse tuinkruiden, dille. En samen geeft het in ons hoofd het signaal van hé, dat is vis. Mm-hmm. En hoe kan je deze nou het best bereiden? Eigenlijk alles wat je paneert is makkelijkste, het beste, het snelste in de frituur. Mm-hmm. Maar als je het niet wil, dan doe je het gewoon in de pan, maar dan moet je wel een goed laagje olie in de pan. Want die paneer moet echt even bakken in de hete olie, want dan wordt die krokant. Zullen we het klaar gaan maken? Ik ga even wat bakken. Ik zal even een combinatie doen. Ja, ik kan mij voorstellen met zo'n garnaal. Daar zit toch wel een bepaalde structuur. Ja, die is heel moeilijk. Ja. Waarbij visburger moet zacht zijn, hè, want die een beetje dat flakes. En visstick heeft dat harige, die hele fijne structuur van dat witvis. Maar garnaal heeft best een compacte structuur, een beetje draderig, een beetje stevigheid. En ook die smaak, ja, waar smaakt garnaal naar? Dat is heel mild. Dat is heel een beetje een ziltige zeesmaak. En dus dat hebben we geprobeerd. Die garnaal heb ik met een panko. Mm-hmm. Een Japanse paneermeel. Heel hard, heel crispy. Want die garnaalsnacks die zijn ook vaak echt crispy. Echt zo'n krak als je het doorbijt. Je ziet hele witte stukken vezels. Ja. Ze hebben alle drie het witte. Maar toch zijn ze alle drie heel anders. Maar kijk, dit is een meest grove. Dit is een beetje zo'n structuur van kabeljauw. Oh, je ruikt het. Ik ruik die hele vissige geur, ruik je wel. Ja, maar niet onnatuurlijk. Nee, het doet me meteen denken aan vis. Ja. Ja, heel mooi. Dankjewel, Jos. Alsjeblieft.